Dat was Jan in zijn onafscheidelijke Franeker. De grote bult komt op Dokkum af, kan ik me indenken, Ruud. Dokkum is een volkomen uit zijn mensen gegroeide stad, zou je kunnen zeggen op dit moment, Mart. Het is hier verschrikkelijk druk. En een uitstekende sfeer, dat kunnen we rustig stellen. Een vijftiental rijen dik staan mensen hier te kijken naar de tientallen toertochtrijders die hier nog steeds binnenkomen. Adje Keulen-Deelstra is daar net voorbij gekomen. Hans van Helden hebben we hier al gezien. En het wachten van het publiek is nu op dit moment op de kroonprins Willem-Alexander, die volgens onze informatie hier van burgemeester Siebesma met een kleine drie kwartier hier verwacht zal worden. Weinige problemen verder met de openbare orde. Een paar kleine probleempjes. Wat dronken mensen hier en daar die van het ijs moeten worden afgehaald. Verder de verkeerssituatie rondom Dokkum is een beetje chaotisch. Verder gaat het goed al hier. De DHBO-post heeft het nog steeds relatief rustig. Als je nagaat dat wij hier op 174 kilometer in de Elfstedentocht zitten. 24 kilometer scheiden deze post van de Bonkervaart in Leeuwarden. En zoals gezegd, het gaat hier goed. Inmiddels ziet u dat het weer hier ook nog steeds prima is. En dat komt goed uit, want het ijs kan de vele honderden schaatsers die hier voorbij komen makkelijk aan. Nog steeds zo'n 18 tot 22 centimeter. Er worden hier ook wat dat betreft voorlopig nog geen problemen verwacht. Alleen bij de EHBO-post, waar nogal wat gewicht op het ijs staat, wordt het ietsje slechter. Maar verder gaat dat uitstekend. Het aardige is dat als je hier praat met mensen die uit Amsterdam, uit Rotterdam, uit het zuiden van het land zijn gekomen. En je zegt van, hoor eens, wat vind je van die stijve Friese? Dan kijkt iedereen je aan alsof je knettergek geworden bent. Dit is één groot feest. Het carnaval van het noorden. Wie in Dokkum is geweest, komt er wel, wordt hier gezegd. En vooralsnog ziet het eruit dat de mensen die hier op dit moment zijn er inderdaad wel komen in Leeuwarden. Er wordt hier druk gestempeld. Je merkt wel dat het steeds drukker wordt ook met het stempelen. Dat er steeds meer mensen in het stempelhok komen om te zorgen dat al die schaters snel weggewerkt kunnen worden. En dat gaat erg goed. Vrijwilligers te over hier. Rajonhoofd Reinders heeft zo'n 40 mensen tot zijn beschikking. En vooralsnog geen problemen. Inmiddels wel enige tientallen politiemensen op het ijs om te zorgen dat iedereen eraf blijft. Want vorig jaar, we hebben dat eerder vandaag opgemerkt, waren hier wat kleine problemen. Toen reden mensen hier met auto's over de IJssel. En u begrijpt, dat is niet zo gezond voor de vele duizenden mensen die hier hopelijk nog voor 11 uur vanavond voorbij komen. Veel mensen ook die van Dokkum gebruik maken om een beetje bij te komen, om wat te drinken, om wat te eten. Omdat de sfeer hier dermate goed is dat het een waar genoegen is om hier eventjes een tiental minuten op een bankje te kunnen zitten als voorbereiding op de komende 24 kilometer. Is dat de burgemeester van Dokkum, meneer Siebesma, dermate bij het hele gebeuren betrokken is dat hij met een microfoon, net als ik op dit moment, op het ijs staat en het publiek vanaf het ijs geheel vertelt wat er aan de hand is. En dat gaat erg goed. De mensen die hier nu binnenkomen, dat zijn voornamelijk mensen die wat later vertrokken zijn. Het wordt hier drukker en drukker. Vorig jaar waren hier tussen de 40 en 50.000 mensen aanwezig. Het zag eruit dat het vandaag ook die kant op ging, maar ik heb de indruk dat we daar al ver voorbij zijn.
Tot groot genoegen mag ik wel zeggen van de plaatselijke horeca. Want die profiteert hier uitstekend van. Verder is Dokkum, de winkels en dergelijke geheel uitgestorven. Alles is hier in de band van de Elfstedentocht. Delsblauw van de Elfstedenkous zie ik hier staan. En Sipkema voor president is ook al gesignaleerd. Hoewel ik dacht dat ze in Hans Wiegel als commissaris van de koningin in Friesland een hele aardige hadden. Het is heel aardig dat je merkt dat op het moment dat er plaatselijke coryfeeën hier de stad binnenrijden, het publiek echt zeer enthousiast wordt. En de bekende plaatjes dat zelfs nummer 12.222 die hier binnenkomt gezien wordt als een overwinnaar. Meneer Siebesma, gaat goed? Ja, het gaat voortreffelijk. Meneer Siebesma, de burgemeester van Dokkum. Geen problemen? Nee, we hebben helemaal geen problemen. Het is alleen zo dat op dit moment in de Zwaaikom nogal wat water op het ijs staat. Wij wachten op nu extra politieversterking van ongeveer 20 man. En daarmee hopen we de mensen te kunnen overtuigen dat ze nu de Zwaaikom vrij moeten maken. En dan gaat het hele publiek gaat eigenlijk tussen de drie bruggen in. Nou, dat lijkt mij een machtige ambiance om het slotfeest te beginnen. Want zo zie ik het toch wel. Dus waar, dat is het begin van de Dokkumeree, het deel waar gestempeld wordt. Ja, het stuk na het industrieterrein Wetterwut. Daar staan zoveel mensen op het ijs, maar er komt zoveel water. Mensen zien zo langzamerhand zelf ook de noodzaak in om nu te verdwijnen. En ik ga ze straks met een aantal politiemensen vragen. En dat lukt dus vast om naar hier te komen. En om hier het slotfeest te beginnen. U had hier eerder op de dag wat problemen met de openbare orde. Zijn die problemen inmiddels opgelost? Nou, problemen met de openbare orde. Ik spreek niet zo gauw van een probleem. Maar er waren wat ontwikkelingen waarvan je zei, die moeten we nu wel even krachtig aanpakken. Want anders loopt het uit de hand. Maar na dat moment heeft iedereen goed begrepen dat we hier alleen maar feest willen hebben. En geen narigheid. En ik moet zeggen, de medewerking van het publiek is fantastisch. Hoeveel mensen hebben inmiddels Dokkum gepasseerd? Ik zou het niet kunnen zeggen. Dat heb ik niet bijgehouden. Dan zou ik even naar de stempelpost moeten gaan. Maar ik denk dat het er ondertussen vele duizenden zijn. Het is hier aanzienlijk drukker dan vorig jaar nog. En toen was het ook druk. Was het ook druk. De schattingen lopen op dit moment uiteen van 40.000, 50.000. Maar ja, u ziet het. Het is net één deinende massa die plezier houdt in dit gebeuren met zo'n stralende zon. Dat kan ook niet anders dan fantastisch zijn. Hoeveel politiemensen zijn er vandaag aan het werk? Wij zijn op dit moment met 60 man aan het werk. En op dit moment zijn er nog 20 mensen onderweg om te assisteren en een andere ploeg af te lossen. Want u weet, ze zijn erg vroeg begonnen. En we willen dus nu een ander gedeelte even vrij afgeven om vanavond weer met elkaar het laatste stuk te begeleiden. Het feest gaat vanavond in Dokkum door? Ja, het feest gaat beslist door vanavond. En ik garandeer u dat er ontzettend veel publiek blijft. En als de sfeer onder de mensen zo blijft, en ik hoop daar een klein steentje toe bij te dragen, nou, dan denk ik dat het hier een magnifiek feest gaat worden. U bestuurt deze mensenmassa. Dat is vrij uniek voor een burgemeester. Ja, ik heb er zelf veel plezier in om naar mensen te kijken. En wat mij altijd opvalt, dat is dat de mensen, als je gewoon iets uitlegt waarom je medewerking vraagt, dat ook zo spontaan doen. En ik moet u eerlijk zeggen, ik heb er ontzettend veel lol in om het op deze manier te doen. En ik geniet van deze dag. Is dit de tweede Elfstedentocht die u als burgemeester meemaakt? Ja, zeker. Vorig jaar was het ook geweldig. Toen hadden we hier veel water op het ijs, u weet misschien dat. En toen heb ik toch wel in zorg gezeten dat we het gebeuren hier zouden afbreken. Daar lijkt het nu helemaal niet op. U ziet bij die stempelpost, er is nog helemaal geen spoor van water te bekennen. Nou, dat moeten we zo houden. Meneer Siebesma, ik dank u zeer. Jullie hebben ook nog niks.
We verlaten Dokkum en we stellen vast dat Friesland zeker het sportieve middelpunt van Nederland vandaag is. Maar wat gebeurde er nadat Evert van Bentum over de finish was gegaan in Sint-Jans Klooster? Weet u wel, dat hele kleine vlekje daar zo in het noordwesten van Overijssel. Sint-Jans Klooster, daar komt hij vandaan. Hier is een bericht van Aart Zeeman. Hier in Sint-Jans Klooster bij de boerderij van Evert van Bentum zijn de voorbereidingen voor een feestelijke intocht in volle gang. Jullie zijn daar mee bezig. Wat gaat er hier gebeuren? Het is nu nog een beetje rustig, hè? Ja, ik denk dat iedereen op het ogenblik in Friesland zit. Want vorig jaar toen is bekend geworden dat de wegen natuurlijk vrij zijn. Dus die hele ploeg die hier anders versieren, die zit daar nu. Die heeft hem geholpen, onderweg verzorgen. Dat is dit jaar goed geregeld. En die zijn er feesten, maar gelukkig zijn er mensen genoeg. Bouwbedrijven in de buurt en we zetten een ereboog op. Aan de andere kant de boog van iemand uit het dorp, die heeft het al voorbereid. Nou, en weer sterke teksten erop, hè? Maar, het wordt moeilijk voor Sint-Jan Klooster om iets nieuws te verzinnen, hè? Nou, vorig jaar heeft hij er eigenlijk weinig van beleefd. Hij is in het dorpshuis geweest even verder. Zelf zegt hij dat hij er weinig mee meegemaakt heeft, alleen de felicitaties en zo. Maar ik hoop dat het van het jaar anders wordt. Aart Zeeman in Sint-Jans Klooster. We gaan weer een rondje maken. We gaan naar Franeker. Jan, ben je eigenlijk al ereburger daar of niet? Nee, dat ben ik nog niet. En er zit een grote kans in als volgend jaar de Elfstedentocht weer gereden wordt, zo hoorde ik van de burgemeester dat het zal lukken. Als je trouwens echte Franekers spreekt, dan zijn ze al wat gewend aan de Elfstedensfeer hier. Vorig jaar vond men het spontaner, maar toen was het eigenlijk alweer ruim 20 jaar geleden dat die Elfstedentocht gehouden werd. Men is er nu alweer aan gewend aan de grote feestvreugde. Hoewel het aantal toeschouwers hier duidelijk veel meer is nog dan vorig jaar. En de manier waarop men zich uit net zo spontaan en enthousiast is als vorig jaar. En je kan het eigenlijk niet genoeg zeggen, hoewel ik dat misschien al 2-3 keer gezegd heb vandaag. Het is voor de toerrijders ongetwijfeld een ideaal beeld om Franeker binnen te komen en zo ontvangen te worden. Want ze hebben het idee dat al die toeschouwers voor hun persoonlijk willen staan. En dat geeft een kick en dat geeft een grote stimulans om door te gaan. Het water komt trouwens behoorlijk opzetten. Vorige Elfstedentocht herinneren we ons nog dat de controlepost na een half uurtje al gezet moest worden. Het heeft het water lang kunnen tegenhouden, maar nu toch bij die controlepost is de doorgang wat versmalt. En zal men andere maatregelen moeten gaan nemen om dat stempelen goed te laten verlopen. Ondertussen blijft het één groot festijn. Het enige nadeel is eigenlijk dat alle winkels dicht zijn, dat er weinig eten en drinken te krijgen is. En ook de toeschouwers hebben daar last van. Hoewel er velen zijn die wat meegenomen hebben. Maar zoals ik ook van de burgemeester van Dokkum hoorde, de zelfdiscipline bij de toeschouwers is groot. Men uit zich in juichen, enthousiasme en geen andere vervelende dingen. Inmiddels is de controlepost gedeeld. Er zijn twee controleposten ingericht. Eén in de officiële met het opschrift Franeker een stad om op terug te komen. Het bord waarvan ze niet dachten dat ze het na een jaar alweer tevoorschijn zou moeten halen uit de gemeentekelder. Maar er is ook een speciale tafel neergezet. Een stukje voor de echte controlepost waarop de toerrijders die aan de rechterkant rijden ook hun stempel kunnen halen. Wat doen de media met de 14e Elfstedentocht? Nou, u heeft onze rondzwervingen door dit fraaie land heeft u vandaag de hele dag kunnen zien. Wat doen de kranten ermee? Ik weet dat ik nu de Telegraaf, de Amsterdamse krant, tenminste de krant die in Amsterdam uitkomt, misschien tekort doe door hen niet hierin te betrekken. Ik weet dat zij ook met een extra krant op de markt komen. We zijn hier in Friesland. We hebben hier ook de Leeuwarden Courant met collega Siebe Adema. Jullie hebben een krant nu al op de markt? We hebben nu een krant op de markt. Alle edities zijn opgehouden. Normaal komt de eerste editie zo rond de klok van 11:30 uit. We hebben nu net als vorig jaar gewacht tot de winnaar binnen is om dan in ieder geval de winnaar in alle edities mee te kunnen nemen.
daar zit natuurlijk, en ik moet dat stellen, daar zit natuurlijk ook een commerciële gedachte achter. Er zit zeker een commerciële gedachte achter. Ik denk dat dat toch onvermijdelijk is bij een Elfstedentocht. Je gaat je als krant ook goed profileren in deze periode. Wat heeft het jullie aan extra advertentiepagina's bijvoorbeeld opgeleverd? Wat het op dit moment opgeleverd heeft, weet ik echt niet. Maar veel meer? Veel meer, duidelijk veel meer. Al moet ik zeggen dat het vorig jaar meer was dan op dit moment. Was ook daar gewenning misschien? Ja, ik denk het toch. Al lag er een aantal advertentiepagina's inderdaad klaar. Maar het aantal advertentiepagina's vorig jaar was duidelijk hoger. Jullie brengen dus op de voorpagina, dit is de voorpagina van de krant, Evert Groots. Brengen jullie de totale uitslag. Hoe lang heeft het geduurd tussen finish en het moment dat de eerste krant... Och, kijk even, oh mijn heer, wat een mooie is dit. Jongens, kunnen we dit vasthouden en insturen? Wat een fraaie dit. Dat moet er tussendoor. Oh. Dat maken we allemaal mee. Hoe lang heeft het geduurd voordat hij hier over de finish ging en jullie eerste krant op de markt kwam? Tegen 12 finishte Van Bentum en 12:15 was de krant klaar. Dus dat is een kwestie van 3 kwartier. Dat is ook het voordeel, denk ik, van de nieuwe technische mogelijkheden bij de kranten. Het is niet alleen dat media als radio en televisie snel zijn. Die zijn überhaupt sneller dan kranten. Alleen er wordt wel op ingespeeld met toch alle nieuwe technieken. Dat is dus een journalistiek kopstandje zoals we net ook zagen. Ja, toch inderdaad. Ja. Met hoeveel man hebben jullie aan gewerkt? De redactie van de Leeuwarden Krant telt 70 man. En je zou misschien inderdaad verwachten dat Elfstedentocht sport is. Maar Elfstedentocht is veel meer dan sport, zoals ook uit deze bijlagen blijkt. Is het dan meer? Het is het festijn eromheen. Cultuur? Ook, waarschijnlijk. Ik hoor een orkestje op de achtergrond spelen. Ook dat is denk ik Elfstedentocht, ja. Dus de hele redactie van de Leeuwarden Krant, 70 man. Van fotografen tot hoofdredacteur en tot opmaakredacteur en alles doet mee. Goed zo. Is deze krant uitverkocht vanavond? Er wordt zelfs veel meer gedrukt inderdaad dan de gebruikelijke oplagen. Vooral ook omdat in de laatste edities van de Leeuwarden Krant een veel groter aantal onderwerpen nog aangesneden kan worden dan in de allereerste editie. Dus in een aantal bijkantoren in de provincie van de Leeuwarden Krant ligt vanavond de allerlaatste editie. En mensen die kunnen de krant daar kopen voor een gulden en een dubbeltje. Om het dan ook nog maar een beetje commercieel te houden. Ja, ga naar het derde net. Dankjewel Siebe. Jullie maakten dat geweldige handstandje. Dat was natuurlijk een schitterend moment, hè, die man net. Kunnen we dat nog een keer terugzien, jongens? Dat is toch te gek. Is dit mooi? Is dit mooi? Dat hebben ze niet in de krant. Met deze mag het toch wezen. We gaan naar Harlingen. Rudolf, ook op je kop. Ja, hier in Harlingen, daar dalen nog steeds, dat zien we hier, allemaal mensen van een kluunpunt af, waar ze geen 200 meter, maar 400 meter moeten lopen. En ze zijn blij wanneer ze eindelijk de schaatsen weer hebben ondergebonden om hier op de Singel te kunnen komen. En dan passeren ze de boeskulkers uit Oldenzaal. Die laten horen hoe je het Friese volkslied moet spelen. Wel, en hier ziet u dan hoe die tochtrijders allemaal onder het laatste poortje nog door moeten dat nog redelijk bereikbaar is. Een poortje dat wellicht, en daar is men hier erg bang voor, ook gesloten gaat worden, zodat men ook bij een van de bruggen in de stad al zal moeten gaan klunen. En dat zou betekenen dat Harlingen zijn naam van Klun City, dat ze overigens te danken heeft aan de burgemeester, die op de gedachte kwam dat iedereen hier in Harlingen was daar nou even gelukkig mee om het Klun City te noemen, dat ook daar geklund zal moeten worden. Maar er is in alle geval goede hoop dat men tot 17:15 hier in alle geval de tochtrijders kan laten passeren. Maar om 17:15, dan is het gedaan. Wel, u hoorde het net al in een gesprek dat Bart had met de redacteur van de Leeuwarden Courant. Terwijl we kijken naar het goud invallende avondlicht. Het is meer de Elfstedentocht. Het is meer dan sport alleen. En als je die heroïsche verhalen uit het verleden ooit las, dan dacht je bij jezelf, is het nou echt allemaal wel zo geweest zoals het beschreven werd? Wel, als je het nu 2 jaar achter elkaar meemaakt, vorig jaar met dat wat miserige bijna voorjaarsachtige weer, en nu met dat stralende zonnige winterweer, dan zeg je, ja, het is vele malen meer
dan alleen maar sport. Voor die zeg maar 17.000 die daaraan meedoen. Een aantal wedstrijdrijders en hier die tochtrijders. Maar vooral ook voor de mensen eromheen. Friese, maar ook Nederlanders. Of laat ik het anders zeggen, de rest van Nederland. Want wie vandaag niet aan radio of televisie gekluisterd heeft gezeten, zal toch in alle geval uit de kranten alles weer in zich opnemen van die Elfstedentocht die zo bijzonder is. Goed, een Elfstedentocht die voor iedereen dat heeft gebracht wat hij er zich van heeft voorgesteld. Vreugde, wellicht ook een beetje verdriet om het niet halen van het kruisje of doordat ze niet mee mochten in de inschrijving. Eén ding is zeker. Hier in Harlingen was het vandaag vanaf vanochtend 5 uur feest. En dat feest is nog lang niet afgelopen. Ook wanneer straks om 17:15 hier de sluiting plaatsvindt, zal het ongetwijfeld ook hier in Harlingen nog tot in de kleine uurtjes voortduren. Harlingen, een prima plaats in die route van de Elfstedentocht, waar iedereen zich kostelijk heeft geamuseerd met sport, met cultuur, maar vooral met een dot levensvreugde. Dat voor wat betreft Harlingen misschien straks nog even terug wanneer we de post hier gaan sluiten. Goed, Ruud, jij misschien straks nog. Ik denk, Theo, dat jij aan je ongeveer laatste optreden bezig bent. Ja, ik krijg sterk het vermoeden, Mart. Ik heb al een tijdje het idee dat ik met de laatste 20 bezig ben hier. En ja, die zou ik toch wat oneerbiedig ook willen vergelijken met spelers van Bal op Dak 20. Want die komen natuurlijk nooit op tijd binnen. Dat lijkt me niet meer mogelijk als je al zo lang bezig bent om hier te komen. En dan de rest ook nog wil verwerken. Ik denk niet dat je dat haalt. Ik moet wel eraan toevoegen, tot 17:30 is er hier een mogelijkheid om te passeren. En eerder op de dag heb ik al gezegd, die mensen krijgen dan niet dat kruisje aan het eind. Daar komen ze niet om toe, maar om 17:30 krijg je nog wel een vaantje van de stad Bolzwart. En daar moet je het dan zo ongeveer mee doen. De stempel krijg je al niet meer. Want er wordt gewoon tegen je gezegd, je bent nu te laat, jammer, maar hier nog verder gaan heeft geen zin. Dus een faantje voor de mensen die hier nu nog passeren, wel, dat zit erin, maar niet meer dan dat. En verder, ja, bij al die mooie woorden zou het stom zijn als ik andere teksten ging uitkramen natuurlijk. Ook hier was het een feest en ook hier is iedereen heel erg prettig ontvangen. En zal je nu aankomen, ach, dan geniet je er toch ook nog van dat je door Bolzwart toert. Bolzwart is dus bijna leeg. Hoe is het hier op de Bonkenvaart? Hoe is het met name met de muziek? Want het is niet alleen maar het, laat ik zeggen, het lekkere hoempa en het stampwerk. Maar zojuist heeft zich ook dit orkest aangediend. Let u ook even op de dame rechts voor die de tussenmaten slaat. En zo kunnen we nog een heleboel gaan zien vanavond hoor, want reken erop dat Bart Lahiem en Dokkum vanavond serieus tegenspel gaan bieden. Wat verleden jaar al een beetje te bespeuren was, daar komt gewoon een competitie straks. Het wordt hoe langer hoe gekker. Verleden jaar in Bart Lahiem kan ik me nog herinneren dat er een orkestje op een uur of 10 op het ijs kwam en die hadden muziekstandaards bij zich en die zetten ze gewoon in 20 centimeter water. Het is wel aardig. Maar ja, hoe is het met schaatsen? Bestaan jullie nog, Heinze en Jos? Wij zijn er nog steeds. Al zijn we nog niet toe aan epilogen, zoals onze collega's zeg maar, op de diverse pleisterplaatsen. Het gaat hier nog steeds door. En daar waar het in Bolzwart bijvoorbeeld wat rustiger wordt, daar wordt het hier weer steeds drukker. En je mag ook rustig zeggen, steeds gekker. Mensen die inderdaad met buitelingen nu over de finish komen, om toch zeker zich te laten vereeuwigen door welke fotograaf dan ook, in welk magazine dan ook, over de Elfstedentocht. Goed, inderdaad ook orkesten, Zuid-Amerikaanse muziek, rumba, met de nadruk op de eerste lettergreep. En dit zijn mensen die dus gefinished zijn, voldaan als ze zijn, bijna in het bezit van een stempel, de laatste stempel. En dan het kruisje. Kijk eens hoe vol het dan is op de Bonkenvaart. De grote bulk van toertochters komt eraan. Mensen die dus in Bart Lahiem zijn geweest, in Dokkum, terug in Bart Lahiem, Oudkerk. En dan hier het laatste traject bijna hebben afgerond. Een klein stukje wind in de rug hier op de Bonkenvaart. Ter begeleiding naar die laatste streep op 199 kilometer in de Friese hoofdstad Leeuwarden.
Weer bij ijs de baarden, terwijl ik even zag dat het min 1 graad was nog steeds en een windsnelheid van 4 meter per seconde. En iedereen is lekker voldaan en zo voel je je ook. Na zo'n monstertocht, dan protesteert het lijf wel een beetje, maar de geest jubelt, zou je bijna kunnen zeggen. De kamer is even een beetje in de kieren. Iedereen dat gebaar, die armen omhoog en nog steeds veel mensen te begeleiding, heel enthousiast. Ik tel hier aan de overkant van onze commentaarpositie, nou met een behoorlijke schatting, zeg maar zo'n 8-9 rijen dik. En vanavond, wel vanavond zijn er toch wat meer barbaarse taferelen te verwachten, met barbaars tussen dikke aanhalingstekens, want dan zal die temperatuur snel zakken. En kunnen wij nog wel wat mensen verwachten die afzien of afgezien hebben. U ziet de vlaggen nog steeds strak aan de mast. Er worden windsnelheden vanavond verwacht van 6 meter per seconde. En ook dat zal natuurlijk een effect verstevigen van kou en het lijden daaronder. Iedereen hier in Leeuwarden gaat zich toch min of meer begeven naar de Frieslandhal. Want daar zal zeg maar tussen 17:30 en 18:00 dan die grote huldiging plaatsvinden van de kleine grote geweldenaar Evert van Bentum. Die wij zeg maar in de ochtenduren uitvoerig hebben beschreven. Zijnde geen eendagsvlieg, geen toevalstreffer, maar een klepper op natuurreis. Goedemiddag. Die kijkt voldaan zeg. Ook die rugzak lekker af. En er wacht binnen een kopje thee. Of zoiets. Dit lijkt me het moeilijkste moment. Die schaatsen uit en dan weer lopen. En als je dan na zou moeten doen wat je knieën op dit moment doen, dan barst je in een spontaan janken uit, denk ik. Want die protesteren. Kijk, die man is in die rode broek. Toon Hermans zou zeggen een wat laag kruis. Geen Elfstedenkruis. Nou, dan gaan die mensen die laatste stempel halen en dan in de warme bus op weg naar de Frieslandhal. En hoeveel mensen zouden we nu nog krijgen hier op de Bonkenvaart? Van nu zeg maar een uur of 16:30 tot vanavond net voor middernacht. Met gemogelijkheid te zeggen natuurlijk hoeveel zijn er uitgevallen. Iets meer dan de helft misschien van alle gestarten. Wie zal het zeggen? En om geruchten tegen te spreken, al zou ik Ria Visser niet meer zien staan. Zij is gefinished op ongeveer 10:00 na haar start om 17:30. De Nederlandse kampioen de lange baan. Hans van Helden hebben wij hier nog niet gezien, maar zijn laatste doorkomst werd gemeld in Bart Lehiem. En dat is zo'n 1,5 uur geleden. We mogen dus ervan uitgaan dat Van Helden is gefinished. De gang van de meesten, die bepaald geen afgang genoemd mag worden, in die bus richting Frieslandhal. En alle mensen thuis, familieleden of kennissen van deze mensen, berg u maar, want die hebben vanavond heel wat te vertellen. U komt niet meer aan het woord. Van de bus meteen naar de hal. Willem Roert. Ja, hier in de Frieslandhal zijn zo'n 15 tot 20 masseurs bezig om honderden toerrijders te masseren. Het is een zeer imponerend gezicht. Maar in ieder geval, zij hebben de tocht volbracht. Iemand die dat niet gedaan heeft, is Jos Nieste. Jos, je was een van de favorieten en je hebt het eindstreep niet gehaald. Wat is er precies gebeurd? Nou, ik ben voorbij Franeker, tussen Franeker en Riet, ben ik bijzonder hard gevallen over Anna Porsmus en Janijzen Kroonkamp heen. En toen was mijn arm uit de kom.
Ik heb nog een kilometer of vier doorgereden. Ik ben nog een EHBO-post voorbij gegaan. En ik heb geprobeerd die arm op mijn rug te krijgen. Maar het was niet mogelijk. Dus ik moest bij Riet de EHBO-post opzoeken. Ben je naar het ziekenhuis gegaan? Of bij de EHBO-post hebben ze je ook niet kunnen helpen, is niet? Ja, ik dacht bij de EHBO-post dan drukken ze me wel in. Maar ze hebben met 6 man aan me staan trekken en het lukte gewoon niet. Dus toen moest ik naar het ziekenhuis in Harlingen. En ja, daar ook met een man of 6 aan me staan te trekken zonder verdoving. Want ik dacht, dan kom ik terug op het ijs en dan kan ik hem even uitrijden. Maar dat was niet mogelijk. Dus uiteindelijk moest ik onder narcose gebracht worden. Veel pijn gehad? Nou, de pijn dat valt wel mee. Maar ja, je hebt andere pijn en dat is de pijn van de teleurstelling natuurlijk. En die was bijzonder groot op dat moment. Had je gedacht dat je nog een kans had? Je lag op dat moment 2 minuten 40 achter. Ja, het was 2 minuten 40, maar ik had daar nog niet zo gek veel gedaan en het lichaam was nog goed. Ik wist hoe slecht de blik vaart en de dokkermarij was. Dus ik voelde me nog niet helemaal kansloos. Ik bedoel, 2 minuten 40 dichtrijden op zo'n afstand als je goed rijdt, dat is toch nog mogelijk. Laatste vraag, je hebt gezegd dit jaar is mijn laatste kans. Is het nu definitief voor jou verkeken, voor wat betreft de Elfstedentocht? Nou kijk, het is natuurlijk zo, we hebben de 2 achter elkaar gehad. Het zal wel verbrand zijn als je het volgend jaar weer een krijgt. Maar ik beschouw dit als een van mijn laatste kansen om kort te eindigen, ja. Ja, ik zie hiernaast ineens een hele goede bekende. Jan, jij bent uiteindelijk 60 geworden. Ja, daar ben ik toch wel blij mee. Ik was aanvankelijk te vroeg in de aanval. Dat was niet gepland, maar op het Slotermeer wilde ik wat voorkomen. Vanwege de vele risico's bij het klunen over de kistwerken. En ik kijk om, we hebben 100 meter. En ik heb een paar jongens mee, we zijn met z'n vieren. Martin Hoekstra reed goed en Herman Bosma reed ook goed. En dat liep wel. En ik denk, nou, niet forceren, want er komen straks weer jongens uit het peloton. Die komen zo bij ons. Maar had je enige hoop dat je toch tot aan de finish zo door zou kunnen gaan? Kijk, toen ze zeiden van Jan, je hebt 3 minuten, een paar kilometer verder 4 minuten, het is 5 minuten geworden, bijna 6 minuten. En toen ben ik erin gaan geloven en toen heb ik gezegd, rijden, we gaan rijden, we zien wel. En toen heb ik toch wel wat veel kracht verloren. Je hebt het weer niet gehaald, vorig jaar ook niet. Moet toch een beetje een teleurstelling voor jou zijn? Nou, nu minder dan vorig jaar. Ik ben toch goed geweest, zeker de eerste 130 kilometer van de wedstrijd. En op het Dokkumeree ging mijn kaarsje uit. Ik heb een heel zwaar weekend gehad. Ik ben uit Polen gekomen. Ik heb 2 nachten geen nachtrust gehad omdat we gereisd hebben. Is dat misschien mede de oorzaak dat je het toch niet echt gehaald hebt? Ja, kijk, in zo'n finale kan dat meespelen. Dat je juist dan op het moment dat je even goed moet zijn, dat je net wat minder bent omdat je zo'n zwaar weekend hebt gehad. Ik was nog niet helemaal in mijn ritme. En het is misschien geen excuus, maar ik heb gereden wat ik waard was. En nu ben ik echt wel tevreden met mijn 6e plaats. Tot zover dit relaas van Jan Koop. Ja, Willem Oortstruk, hij interviewt Pausen net zo makkelijk als die schaatsers voor de microfoon krijgt. We gaan naar Dokkum. Ruud, wat heb jij? Bart, terwijl wij kijken naar beelden van de Zelderus, de oude korenmolen, wil ik even ingaan op die opmerking die jij daarnet maakte. Waarin je zei van er is een complete competitie aan het ontstaan tussen al die 11 steden waar het feest het grootst is. En ik denk dat we hier in Dokkum een hele grote kans hebben om die competitie, als ik het zo mag uitdrukken, te gaan winnen. Een klein voorbeeld daarvan is de huldiging van een agent hier voor onze commentaarpositie op het ijs. Die uitbundig wordt toegezongen door het hier samengestroomde publiek. Kijk, zo gaat dat hier in Dokkum. Een sfeer van eenheid vandaag. Hier op aan het einde van de Dokkumer E. En al die mensen die hebben gezegd 2 Elfstedentochten in 2 jaar is veel te veel. Nou, die mensen hebben ongelijk gekregen. Als ik het hier zo zie, dan kunnen we rustig elk jaar die Elfstedentocht houden. Want het feest is hier nog groter dan vorig jaar. En al die mensen die hier voorbij komen, stuk voor stuk hebben ze een beetje datgene in zich wat Evert van Benten vanmorgen zo goed niet zien. Een beetje dat imago van een winnaar. En terwijl de zon heel langzaam boven Dokkum begint te zakken, wordt het hier maar drukker en drukker. Vanmorgen kon ik me al bijna niet voorstellen dat er nog meer mensen deze stad in konden. Maar inmiddels zijn alle bruggen helemaal volgebouwd met mensen. De orkesten die zijn hier zo'n beetje van de kade verdrongen. Die staan nu wat meer op de achtergrond te spelen. En wonder boven wonder blijft de ijskwaliteit zeer goed. Er zijn nog nauwelijks verplaatsingen geweest. Stempelpost staat nog steeds waar hij hoorde te staan. En de EHBO heeft het bijzonder rustig.
En terwijl de ene naar de andere post eerder op de route dichtgaat, wordt het hier niet alleen drukker qua publiek, maar komen ook steeds meer rijders binnen. En velen maken van de gelegenheid gebruik om in deze sfeer even een hapje te drinken, een hapje te eten en een slokje te drinken. En op weg te gaan voor de volgende 24 kilometer. En ik denk dat dat er heel veel zijn die de eindstreep nog voor 12 uur vanavond in Leeuwarden gaan halen, als ik dat zo zie. Dokkum en dezelfde rust die nog steeds zijn koren maalt. We wachten hier in Dokkum eigenlijk nog een beetje ook op Willem-Alexander, de kroonprins, die nog steeds niet is gesignaleerd. Maar die zo langzamerhand op deze kant op moet komen. Ik denk met een 20 minuten. Goed, in competitie dan maar jongens. Franeke, Bart Liem en Dokkum en zeker hier op de Bonkenvaart. Ik ruik de geur van masseerolie. Willem-Bord? Ja, weer even terug in de Frieslandhal om wat gesprekjes te maken met toerrijders die de tocht volbracht hebben. Waar komt u vandaan? Uit Oudekerk aan Amstel. En u moet gemasseerd worden, waarom? Nou, ik had een beetje last van de rug en ik zat in die bus van de finish hierheen. En daar zat iemand die was vorig jaar gemasseerd. Ik denk, nou, dat is een goed idee. Lijkt me wel lekker. Hoe was de tocht voor u? Heel goed, heel fijn. Maar toch niet zo makkelijk als dat het eruit ziet. Waarom niet? Het laatste stuk naar Dokkum is slecht ijs, behoorlijke harde wind. Ik denk dat daar vanavond wel wat problemen zullen komen. We lopen even door naar twee bedden, massagebedden verderop. Hallo, mag ik u wat vragen? Ja, meneer. Waarom laat u zich masseren? Nou, gewoon omdat ik een beetje stijf ben in mijn rug. Hè? Hoe heet u en waar komt u vandaan? Ik heet Jacob Hulshoff en ik kom uit Groningen. Ik heb de wedstrijd gereden vanmorgen. Hoe was de wedstrijd? Hoe was het parcours? Nou, het ging prima, dacht ik. Geen echte problemen dan? Nee, het ging beter dan vorig jaar bij mij. We lopen even door naar nog iemand anders. Ze hebben u flink onder handen, zie ik, hè? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Waar komt u vandaan? Uit Eefde. En u heet? Valkenaar. Hoe was voor u de tocht? Ik vond het een schitterende tocht. Waarom? Het is mooi weer. Je kon ook snel rijden. En dan is het leuk om het tijd te zetten. Heeft u vorig jaar ook meegedaan? Nee, toen was ik op vakantie. Het is toch niet tegengevallen? Nee, de tocht viel niet tegen. Ik vond het leuk dat er ook wat moeilijke stukken in waren. Anders is het een te veel een plezierrit geworden. Bedankt. We gaan nog even een stukje verder. Zo te zien lijkt u wel zwaar gewond. Ik ben er slecht aan toe. Valt erg mee hoor. Uw naam en waar komt u vandaan, als ik mag vragen? Ik heet Klaas van den Berg en ik kom uit Arnhem. Waarom doet u in godsnaam mee aan zo'n lange tocht? Dit is een gigantisch evenement. Ja. Dit moet je meedoen, dit mag je niet missen. Als je tenminste van een schaatssport houdt. Veel pijn onderweg gehad? Het was toch wel redelijk zwaar. Er lag hier en daar veel zand op het ijs. Veel pijn kan ik niet zeggen, nee. Nee. Maar alles is de moeite waard? Ik vond het zeker de moeite waard, ja. Ik ben om 7 uur gestart en ik was om 3:30 binnen. Wat is u nou het meest opgevallen onderweg? Nou, ten eerste het gigantische publiek natuurlijk. En vooral Franeker, Frenzy, dat... Het is weer de kroon. Ja. Het was in ieder geval grandioos voor u als rijder. Ja, fantastisch mooi. Ja. Nou, met deze leuke woorden schakel ik erover. Ja, dankjewel Willem-Bord. En wij zitten hier nog altijd in Leeuwarden. We gaan zo, het is al aangekondigd, tegen 17:15 gaan we naar de Frieslandhal voor de grote huldiging. Het moet in de Frieslandhal aan de andere kant waar Willem-Bord zit, moet het geweldig vol al zijn. Of ze er nog in kunnen, al die mensen die hier vandaan naar de stad gaan, dat is nog altijd de vraag. Waar kunnen we weer eens gaan kijken? Waar is het leuk? Waar is het mooi, jongens? Franeke. Hey Jan. Ja. Er gaat net een man met Friese doorlopers trouwens hier prachtig schaatsend langs. En die haalt ongetwijfeld de finish. Vorig jaar 16.082 toerrijders en 13.066 haalden daarvan de finish.
Dit jaar iets meer dan 16.000 toerrijders. En het ziet er voorlopig voor die toerrijders nog goed uit. De stroom die hier binnen blijft komen is zeer gestaag. En ik geloof dat de misschien iets meer verwachte zwaarte van de tocht toch wel wat meevalt. Hoewel we vanavond natuurlijk op het noordelijk gedeelte dat moeten afwachten. Want als je die aantal kilometers achter de rug hebt en je gaat kou en tegenwind in, dan moet je sterk zijn. Het is toch trouwens wonderbaarlijk dat zo'n 16.000 sporters, waarvan een gedeelte goed getraind is, maar waarvan een aantal, waarvan ik ook weet dat niet zo goed getraind is, dat er verhoudingsgewijs toch ontzettend weinig problemen voorkomen. Elke valpartij wordt hier begroet met groot gejuich. Andere band is hier ook eventjes verschenen met muziek. De controle in Franeker is helemaal verplaatst naar voren, een meter of 50 naar voren. Omdat de officiële controlepost bijna niet meer te bereiken is door het vele water op het ijs. En dat moet gezegd worden. De sfeer is nog steeds goed hier in Franeker. Men houdt zich warm door te zingen en door te dansen. En het hokje waar ik in zit, de hoek bij de brug, dat gaat vanaf 12 uur ongeveer voortdurend op en neer. Maar het blijft in ieder geval nog staan. Vorig jaar reden 233 vrouwen trouwens de toertocht uit. En het is opvallend dat het laatste half uur er hier ongeveer een 50 vrouwen langskomen. Ze zitten wel achter in de toertocht, maar ze zijn nog zodanig op tijd dat ze een redelijke kans hebben om op tijd de finish in Leeuwarden te halen. De verwachting is dat de controle hier ongeveer 7 uur half 8 zal sluiten in Franeker. Trouwens, het ziet er nu allemaal nog prachtig uit. Het is 4:50. Maar over 2 uur is het donker en dan wordt het echt zwaar. Hier een blik op de nieuw gevormde controletafel. Met op de achtergrond nog steeds de vocale ondersteuning van de bezoekers van Franeker. En dat zijn er veel meer dan het aantal inwoners. Even is al lang voorbij.
Jan van Daan, volgende grote haven is Kees in Bartlehiem. Ja, de brug van Bartlehiem, waaronder het nu spitsuur is. Honderden en honderden toertochtrijders gaan hier aan ons voorbij. Met heel veel valpartijen in deze bocht waar ze onder de brug vandaan komen. En de Dokkumeree opgaan. Zeer veel valpartijen. Men probeert hier het ijs wat beter te maken. Toch wat meer op ijs te laten lijken. Maar de sfeer blijft goed. De mensen die hier vallen, die staan op. Worden dan extra toegejuicht. En gaan dan al dan niet erg nat die laatste zeg maar 40 kilometer in. Van hier naar Dokkum. De Dokkumeree af. En dan terug naar Bartlehiem. En dan Oudkerk, Leeuwarden. Het is het laatste stuk. En er is al gezegd vandaag van wie Bartlehiem haalt, haalt het einde. Maar het wordt moeilijker. Ze gaan achter elkaar voorbij. Zwaar ingepakt, want het wordt kouder. De wind die blaast hen hier op dit stuk. De Dokkumeree recht in het gelaat. En het wordt natuurlijk steeds onaangenamer. Er zijn mensen bij die af en toe stoppen bij de microfoon. Die er goed aan thuis willen doen. Die vertellen dat ze om 6 uur zijn vertrokken. Die vertellen dat ze onderweg heel veel gevallen zijn. Die kapotte schaatsen hebben. De bekende verhalen van vorig jaar. Maar ze zijn talrijker, heb ik de indruk. Ze zijn talrijker dan vorig jaar het geval was. Maar de supporters zijn ook talrijker in aantal. En die steunen dan ook veel fanatieker dan dat in voorgaande jaren het geval was. Tussen die toertochtrijders zie je vrouwen, zie je goed geklede mensen, slecht geklede mensen. En vaak toch moet je je afvragen waarom een aantal van deze, misschien wel een groot aantal zelfs van deze Elfstedentocht toerrijders zich zo slecht voorbereidt op zo'n evenement. We hebben mensen afgevoerd zien worden op het stuk tussen Bartlehiem en u ziet daar waarschijnlijk weer een valpartij. Paul, voor mij is dat gebeurd. Misschien is dat in beeld geweest bij u. Even de vele valpartijen en dan wordt er extra hard gejuicht. En dan gaan ze door. Ik zei, ze zijn slecht gekleed. Ze hebben natte schoenen op dit ogenblik, op dit traject, want er is een draad water op het ijs. Ze hebben niet de extra sokken meegenomen die ze zouden moeten meenemen. Generaliserend gesproken dan, een aantal bereidt zich wel goed voor. Maar het merendeel moet je toch weer concluderen als je hier al de hele dag staat. Doet dat toch niet. En het is een beetje spelen met je eigen leven, want het is zo ver 200 kilometer als je niet bent getraind. Lange tijd kunnen ze gedragen worden en zullen ze gedragen worden door al die mensen hier op en rond het ijs. Maar eens is de uitputting nabij. We hebben Atje Keulen-Deelstra voorbij zien komen. We hebben al een hele tijd terug, net zoals waarschijnlijk bij andere posten, een zeer vermoeide Ria Visser voorbij zien komen. Hans van Helden werd hier in Bartlehiem luid toegejuicht. Maar ook al die anoniemen kunnen rekenen op die steun. En de enige vraag is of het ijs, de conditie van het ijs, dit soort valpartijen die u net in beeld zag, niet in aantal zal doen toenemen. Hoe dan ook, het belooft hier in Bartlehiem nog een lawaaiige avond te worden. Voor tal van deelnemers een goede, maar ik vrees ook voor tal van deelnemers een hele zware en misschien wel slechte avond. Juist passeert hier ook Gauke Nijholt. Dat is de ex-sprintcoach van de KNSB. Gauke Nijholt, dat is een aardig verhaal die hier zwaar bij kennis langs ging. Nijholt was vorig jaar politieagent op deze post in Bartlehiem. En nu is hij dan aan de andere kant bezig. Dat wil zeggen, hij rijdt nu zelf de Elfstedentocht uit en maakt nu de ervaring van een totaal andere kant mee. Weer een valpartij op dit punt. En ja, het kan allemaal heel hard en heel pijnlijk aankomen. En altijd is er wel iemand van de EHBO bezig om de mensen op te rapen en eventueel om te verzorgen. En altijd is er weer de reactie van het publiek dat misschien een heel klein beetje leedvermaak heeft in eerste aanleg. Maar daarna toch via gejuich poogt die mensen weer verder te stimuleren. In de verte op de Vinkemervaart komt weer een grote groep toerrijders aan. Een grote groep die straks die bocht in moet gaan en die bocht misschien niet kent. Een vrij scherpe bocht. Ook de wedstrijders hebben hier vanochtend problemen gekend. Daar komen ze. Op de Dokkumeree nu. Sommigen lachend. Sommigen niks zeggend. Voor zich uitstarend. Ook dit is de Elfstedentocht. Mensen die zich moeilijk staande kunnen houden.
Mensen die misschien nu al erg snakken naar het einde. Mensen die zich aan elkaar vasthouden door in grote groepen bij elkaar te blijven. En enige beschutting te zoeken op dat laatste stuk dat voor hen niet al te aangenaam kan worden. Omdat de wind opsteekt en de temperatuur daalt. Ik zei het al. Nou, valpartij. En doorrijden. Ik had hem graag willen helpen, maar ja, dat kan niet. Want dan rijdt misschien een ander weer in de wielen. En valt hij ook nog. Daar komen ze. Steeds maar weer die bocht om onder die brug. Die brug die al vanochtend vroeg bemand is en die ook dreigt te bezwijken. Mensen willen hier nog een moedig pootje overgaan waar ze eigenlijk geen kracht meer hebben om dat pootje over te nemen. Nou, u ziet het. Het blijft spitsuur in Barthelim. Het zal vanavond tot een uur of 12 zeker, want men hoopt de postel laat mogelijk open te houden. Zo blijven als nu met blije mensen, met gelukkige mensen en toch ook, dat zeker, met verdrietige en uitgeputte mensen. Komt op stoom, jongens. Let erop. Zo hoort het, Kees. Jut ze op. 16:51 was de tijd dat Workum dichtging. En wij hebben informatie dat de zaak in Bolsward nu ook gesloten gaat worden. Meer informatie daarover van Theo nemen. Eerst naar Harlingen bij Ruud. Wat is daar? En hier in Harlingen kijken we naar een goudgekleurde avondzon. Die de laatste schaatsers voordat hier de post, 6:15, wordt gesloten, beschijnt. Terwijl het publiek allemaal nog even vrolijk hier op de boorden van Singels en Vaarten feest viert. Kijkt u rustig naar alle plaatjes, zoals bijvoorbeeld Ed Raket in het kabinet in de figuur van Henk Spaan, ook hier geafficheerd. Kijkt u er even rustig naar voordat we straks om 6:15 hier de post gaan sluiten. Dat was Ruud. Daar gaan ze om 6:15 dicht. Theo, kunnen we het sluiten live meemaken? Nee, de sluiting hier valt niet live mee te maken. Althans niet op dit moment, Mart. Maar het is gedaan hoor, in Bolsward. Het waait natuurlijk ook hier wel. Maar daar heeft niemand meer last van. Want het is hier echt allemaal compleet ten einde. Eén van die hokjes is al dicht. Er is er nog eentje open om een eventuele toevallige passant nog te helpen. Maar in Bolsward is het allemaal gedaan. Het publiek gaat naar huis. Het publiek heeft hier een leuke dag meegemaakt. En ja, kijkt eigenlijk verbaasd dat er hier en daar nog iemand verschijnt. Nou, die gaan nog even verder. Maar verder, de drukte is hier over. Een enkeling waagt zich nog even op dat parcours om te klunen. En dan kunnen ook zij deze dag weer als afgesloten beschouwen voor wat betreft een bezoek aan Bolsward. Goed, het is 6:05. Even de kaarten bijnemen die we hier nog altijd naast ons hebben. Dit is Bolsward. Hier gebeurt dus allemaal niets meer. Dit is nog een vervelend stuk. Daar zijn nog mensen bezig. U weet het, dat zijn die grote klunplaatsen die hier bij Witmarsum en bij Kimswert te vinden zijn. Bij Ruud zag het er wat rustiger uit. Jan swingt de hele nacht door. En hier zit het grote peloton van toerrijders op dit moment. Zoals ik u zei, het is nu 5:55. Wij gaan zo langzamerhand naar de volgende post toe. Nou, Dokker maar weer eens. Hoe is het daar, jongens? Toch zien dat steeds meer en meer mensen moeite krijgen met het beëindigen van de tocht. Hier in Dokkum zijn er op het ijs extra banken neergezet. Waarom is dat gebeurd? Nou, de toerrijders die krijgen nu vermoeidheidsverschijnselen. En dan kunnen ze hier even wat uitrusten. En we slepen de banken nu een beetje op het droge gedeelte, omdat er aan de kanten wat water op het ijs komt.
Ze krijgen van ons dan even een deken om, tegen de sterke afkoeling. En dan kunnen ze even wat uitrusten. Heeft u banken en dekens genoeg? We hebben voldoende dekens. Ja, het probleem is even, we moeten uitkijken dat ze niet al te nat worden. Maar tot op heden gaat het wel. Wat zijn de voornaamste problemen tot op dit moment? Is het vermoeidheid? Zijn het blaren? Nou, het is, de vermoeidheid begint nu te komen. We hebben nog weinig problemen gehad eigenlijk. Maar het begint nu te komen. Hè. De zon gaat onder, het wordt kouder. Dus we verwachten nog wel wat probleempjes tot vanavond laat. We gaan eens even met een paar van de mensen die hier op de bank zitten praten. Goedemiddag. Vermoeid? Behoorlijk. U kunt niet verder dat u even gaat zitten? Of... We moeten verder, maar even uitrusten. U komt niet uit Friesland als ik het hoor. Uit Brabant, u. Hoe laat bent u vertrokken vanmorgen? 7 uur. En u? Ook moe? Ja, kort voor 6 ben ik vertrokken. Ik ben behoorlijk moe, ik heb het behoorlijk op. Het is zwaar als vorig jaar. Wat denkt u, halen we de bonkenvaart nog voor 12 uur vanavond? Oh, dat is zeker. Dat is zeker. We moeten door bij neervallen, maar anders lukt dat wel. Bent u veel gevallen? Geen enkele keer. U ook niet gevallen? Een keer of 3. In Balk was ook een heel slecht stuk, met al die scheuren. Heeft daar ook door het publiek op gereageerd? Ja, er was weinig publiek. Gelukkig. In het open land? Ja. Hoe vindt u de... Mensen in Dokkum weten niet wat er op het ogenblik in de Frieslandhand gebeurt. Ik ook niet, maar daar is in ieder geval iets te melden. Ik heb die brancard nodig. Ja, we zijn weer terug in de Frieslandhal en tientallen mensen zijn intussen flauwgevallen. Of herstellen daarvan. Dat komt door het hele lange wachten op de huldiging. Al 4 uur lang zijn de mensen hier aan het wachten en mag ik vragen, er zijn heel veel mensen die flauwgevallen zijn op dit moment? Ja, ik schat zo'n 20, 30 voor wat ons bekend is hier. Dat komt hoofdzakelijk omdat het nogal een gedrang is vooraan, denk ik. Het is warm, het is naar schatting zo'n 25, 30.000 mensen zijn in de zaal. En al veel te lang. Dat soort problemen natuurlijk, hè? Ja, bevanging van de warmte en dat gedoe. Is er enige sprake van paniek of toch niet? Nee, absoluut niet hoor. Nee. We gaan nu met de camera even langs een aantal mensen. Daarachter ligt een meisje. Mag ik even vragen, bent u al lang hier binnen geweest? Nee, zij is bijna tegen flauwvallen. Was je al lang binnen? Ja, vanaf uur of 1 of zo. Maar is dat niet onverstandig om zo lang binnen te zijn in zo'n enorme hitte? Ja, we wisten niet wat we anders moesten doen. Je wilde per se daar weer naar zien? Ja. Nee. Mag ik u vragen, u bent ook flauwgevallen? Nou, niet helemaal. Nee. Maar ik was hier om 12 uur al. Ja. En toen begon ze telkens meer te dringen. Toen werd zij ook al weggedragen. En toen hebben ze mij gewoon over al die mensen heen gedragen. Ja. En jij bent ook niet goed geworden? Nou, ik ben niet echt flauw gevallen, maar ik werd opeens heel raar. Want ik werd helemaal tegen een hek gedrukt, tegen mijn buik aan. Oké, tot zover deze korte impressie. Ja, dat gebeurt ook, dat is die andere kant van de medaille. 30.000 mensen in de Frieslandhal. Dames en heren, het is 1:05. Dat betekent dat we voor diegenen die de 14e uitgave van de Elfstedentocht niet konden zien vandaag via de televisie, dat we daar een samenvatting voor hebben. Die beginnen we hier in een prachtig Friesland. De bel gaat bij rayonhoofd Anne Dijkstra. Hij weet al wie het is, de man die uit Leeuwarden de envelop met de laatste instructies kon brengen. Uit de kartonnen koker komt een van de geheimen van de Elfstedentocht. De officiële mededeling van de ingenieur op te hangen door het rayonhoofd als wedstrijd en tocht plotseling beëindigd zouden moeten worden. Het allerbelangrijkste, de stempels van Sloten, die heeft hij 's middags al ontvangen. Het rayonhoofd dat notabene zelf niet kan schaatsen, maar er een prima excuus voor heeft. Want als je zelf graag wilt schaatsen, dan... Als ik dan een hele stedentocht graag zou willen schaatsen, kon er geen rayonhoofd zijn. Zo makkelijk ligt dat. Maar het is een van de meest begeerde functies van Friesland. Het is een van de meest begeerde functies van Friesland. En dit is dus rechtstreeks de Frieslandhal in Leeuwarden, waar Evert van Bentum nu gehuldigd wordt.
Goed, we zijn nu in Leeuwarden. Van de Bonkenvaart gaan we naar de Frieslandhal. Hier krijgen we de huldiging van de 14e Elfstedentocht. En daardoor moet ik u dan zeggen dat dat half zes journaal eventjes gekapt wordt. Nu naar Sipkema en zijn mannen. U ziet wat er gebeurt op het ogenblik in de Frieslandhal. Ik dacht dat het Henk Kroes was die de nummers 12 tot en met 1 nu naar voren riep. De Vries, Wagenmaker, Kasper, Ruitenberg, Van der Duim, Bauma, Kooijman met veel applaus. Bakker, Semplonius, Kamperman, Jonker, zeer veel applaus. Maar Evert is heilig. En daar de man die als een dirigent deze zaal absoluut niet stil kan krijgen. Voor een ogenblik van de commissaris van de koningin, de heer Wiegel. Dat is in 1 jaar zeker niet veranderd. Beste mensen! Dit ook niet. Jullie hebben er allemaal hier in de Frieslandhal, buiten die Frieslandhal, de Vriezen en de niet-Vriezen, we hebben er met z'n allen weer een geweldige dag van gemaakt. Weten jullie nog? Vorig jaar zei ik, het is een juste baarlijke dag voor Friesland. Laten we dat nu met z'n allen zeggen, een juste baarlijke dag. Een groot feest, een bobbeslag, met geweldige zon, met een geweldige gastvrijheid, met een prima organisatie van Sipkema en zijn mannen.
Jullie weten, prinses Margriet en de heer van Vollenhoven zijn hier. Ik moet zo weg, want de koningin komt waarschijnlijk ook. En waarom komt natuurlijk waarschijnlijk ook de koningin? Omdat er prins Alexander, die is de hele dag bij ons geweest. En nu zijn we bij de winnaar. Eva van Bentum, kom eens hier. Kijk eens even. U heet ook de heer van Vollenhoven, welkom. Kom maar eens even, geef me even een hand. Evert. Evert was vorig jaar een geweldige winnaar. En vandaag heeft hij bewezen dat hij een echte kampioen is. Een kampioen. En ik heb een cadeautje voor hem. Vorig jaar kreeg hij een bord. Krijgt hij nou weer. En als hij zo doorgaat, hebben ze straks in de familie een heel servies. Waar is dat bord? Alsjeblieft. En zouden we nu... Zouden we nu... Voordat ik het woord geef, is de muziek aanwezig. Kunnen we nu het Fries volkslied spelen? Jawel. Zullen we nu, op dit moment, het Fries volkslied spelen en zingen? Ja, doe maar. Geen muziek. Waar is de muziek? Het Fries volkslied. Als dat niet kan, doen we het later. Ja? De Sipkema. Ja. Dank u. Bij winnaars zijn prijzen. Ja. Zo zie je maar, het gaat altijd goed als het volk zelf begint. De prijzen en dan komt als de 12e prijs Wedevries Bijlen. Daar staat voorzitter Sipkema en die gaat die 12e tot en met de eerste prijs nu uitreiken. Deze man zagen we vanochtend vroeg al. Verloor zijn bril onderweg. De 11e prijs F. Wagenmaker Hokkaido. Weinig in beeld gezien. Frank Wagenmaker. Maar hij was er wel bij.
de heer Dan Kasper komen we bij Andries Kasper. Technische man. Goede schaatsen. Aardige vent. De negende prijs, Henry. Vorig jaar 2, dan nu 9. Weinig ook van voren gezien, Henry Ruitenberg. Ik denk dat Ruitenberg er niet is, dat zegt tenminste Conan. De achtste prijs, Hilbert van der Deun. De achtste pleits. De achtste, ja, in zijn eerste Elfstedentocht. En dat doet Friesland zeker goed. En zijn sponsor ook. Kijk hem glunderen. En de zevende prijs. De zevende. Bauma die er al zeer snel bij was. Die goed gereden heeft. Heel moedig gereden heeft. Kooijman die bijna een millimeter voor hem over de finish kwam. De initiator van de grote ontsnapping van 4. Die al vroeg deze Elfstedentocht tot zo moeiende maakte. En de vijfde prijs. Daar kwam hij bij een echte Groninger. Uit Groningen. Bakker was er. Bij toen Van Bentum werd ingelopen, toen werkte hij hard. En daarna leek het een beetje moeilijk te gaan met hem. En dan gaan we bij weer een Fries. Dan een Semplonius. Sam. Even wachten. Even. Gaat wel erover hoor. Geef hem maar aan Anne Semplonius. Vierde prijs, Semplonius uit Lemmer. Kijk. En dan komen we bij de grote onbekende Robert Kamperman. Kamperman Almere. Hij begon op 39-jarige leeftijd met schaatsen. Hij is er nu 41 en derde in de Elfstedentocht. En de tweede en dan voor Rijn Jonker. De nummer 2, grote favoriet van de Friese. Heel veel geluk ermee. Ja, dankjewel. Heel in Fries. Ja, dat is een leuk man. Ja. Ja, en dit is de prijs. Ja. En de eerste prijs. De eerste prijs voor Evert van Bentum. Ja. Heel veel geluk wensen. Geweldig. Ja, wat hij er vandaag voor ons allen van gemaakt heeft aan de televisie, dat is iets wat je niet snel zal vergeten. Als je de Elfstedentocht van 1986 hebt gezien en de manier waarop hij de dag maakte, dat zijn grote momenten in de sport. Vanmiddag met even ten navel op het ijs. Wil je nog meer weten, zijn ze. Mevrouw Dijksman Oosthoorn. Goed. Wij gaan sluiten. Ja, zegt ze wij maken. Wij hebben hier. Die blik was mooi, hè? Hij wist dat die camera er was. Maar hij mocht het weten. Wij gaan nu het enige nog. Dank allemaal voor jullie bijdrage als publiek. Jullie hebben het geweldig gedaan.
vanavond gaan we nog kijken hoe er nog een zeker 5000 mensen aan moeten komen. De Tour gaat ook door. De Tour hoort er ook bij. Mensen, maar het publiek, u allen, hartelijk dank voor jullie geweldige bekom. Let op, let op. Dat is een replica van verleden jaar. Ik wil ontzettend graag al het publiek hier in de Frieslandhal en zeker langs de baan, want vanaf de start tot de finish heeft het publiek mij gedragen, maar de hele Elfstedentocht toch gedragen. Daarnaast wil ik de hele organisatie bedanken voor het houden van de Elfstedentocht. Bedankt. Dat er meer dan 30.000 mensen in de Frieslandhal op het ogenblik aanwezig zijn.
ligt het aan de longinhoud, lijkt me, van de bandleden daar op het podium. Hoe dit feest zich of nog verder zal ontrollen of ergens gestopt zal worden. We hebben de uitzending van het 5:30 heel vreed moeten onderbreken. Sorry Maartje, maar je begreep waarom dat ging. De huldiging die ineens plaatsvond in de Frieslandhal. Ja, dat zou om 5:15 zou gebeuren, maar dat lukte even niet zo. Vandaar dat we midden in een fraaie reportage, een echt mooie Friese reportage, moesten eindigen. Dat was een reportage over Anne Dijkstra uit Sloten, een man van 53 jaar. Zijn beroep is metselaar en zijn hobby is rayonhoofd. Het was vandaag ook zijn dag. Het is een reportage van Hugo van Rijn. Zelf begraven op het en dan, als ik dan in alle steden toch begraven zou willen schaatsen, kon er geen rayonhoofd zijn. Zo makkelijk ligt dat. Maar het is een van de meest begeerde functies van Friesland. Het is een van de meest begeerde functies van Friesland in de wintertijd. Door niet mee te schaatsen had uitgerekend het rayonhoofd wel een startbewijs over. Hij gaf hem onmiddellijk aan een jonge stadgenoot. Terwijl Dijkstra een uurtje of twee gaat slapen en in de lokale taverne vast een klein feestje wordt gebouwd, gaan Dijkstra's medewerkers in het holst van de nacht het Slotermeer op om voor het laatst de route te keuren. Juist als de tocht in Leeuwarden gestart wordt, is Dijkstra klaar met alle voorbereidingen. Maar tegen de tijd dat de eerste rijders Sloten in en weer uitflitsen, staat het stempelhok 10 centimeter onder water. Wat erger is, de voeten van de rijders kunnen, als ze nat worden, bevriezen. Het rayonhoofd aarzelt geen moment en begint eigenhandig het stempelhok naar droger ijs te duwen. Als het eenmaal licht is en het stadje overspoeld wordt met toerrijders, zijn er natuurlijk de onvermijdelijke pechgevallen. Maar hoe komen we nou in Leeuwarden? Maar het rayonhoofd dat voor al het werk principieel nooit een cent vergoeding wil hebben, kan zijn geluk niet op. Ja, het werk dat deze. Dat stelt ergens niks voor. Als je dit ziet, dan is dat ideaal. No? Prachtig. Volgend jaar weer. Hè? Huh? Zo, dat is ja hoor. Het rayonhoofd van Sloten. Tot volgend jaar is hij weer gewoon metselaar. Goedendag, u bent weer bij de NOS. Het is 6:02 en de 11-stedentocht duurt tot vanavond 12:00. Tot dat moment mag de laatste deelnemer hier binnenkomen om dat hele kleine, zo felbegeerde kruisje in ontvangst te mogen nemen. We hebben u eerder op de dag de wedstrijd zeer uitvoerig laten zien en we zijn nadat die wedstrijd was geëindigd zijn we overgegaan tot een ander soort versie van de Elfstedentocht. Dat grote, vrolijke gebeuren in Friesland. Verleden jaar was het een succes. De sceptici riepen van nou, het zou wel eens een herhaling kunnen zijn van, maar de beelden van en zeker ook de gevoelens bij een ieder hier in Friesland aanwezig en bezig met het product Elfstedentocht bewijzen anders. We zijn nog even bij u. We beginnen een rondje Friesland. Laten we even de noordkant gaan bekijken. We nemen aan dat hier bijna niemand meer is. Hier zouden nog wat toerijders kunnen zijn. Hier weten we dat het feest is. En omdat we met een feest net geëindigd zijn in de Frieslandhal, gaan we over naar Franeker. Jan, kom maar jong. Evert van Bentum bedankte net het publiek voor de geweldige steun van start tot finish. Dat publiek staat hier nog steeds in Franeker. In ongelooflijk grote getalen. Die superlatief mag ik voor één keer vandaag even uit de kast halen. De toerijders komen hier nog steeds binnen. Maar
Rayonhoofd Noorderbos heeft gezegd, om 7 uur wordt absoluut het laatste stempeltje afgegeven. Dan rijden we door met de laatste rijden tot Riet, want daar is mijn rayon. Dan gaan we terug en dan is het echt afgelopen. Als er daarna nog rijders eventueel door willen rijden, dan moeten ze het zelf maar weten. Dan hebben ze geen stempel van Franeker en dan krijgen ze dat inderdaad zo felbegeerde kruisje. En de mensen hier in Franeker zijn absoluut niet kwijt te krijgen, want het is nog steeds één voortdurend zangfestijn, één voortdurend feest. Eén onaardige bekomstigheid is er dat het ijs hier redelijk slecht is en dat er nog wel wat rijders vallen. Die dan ook een nat pak oplopen vanwege het vele water. En dat geeft weer aanleiding tot veel hilariteit. Feest in ieder geval hier nog steeds in Franeker. Onder leiding van de burgemeester die de hele dag hier op het ijs gestaan heeft. Die persoonlijk af en toe de sterrenkiekers aan het dirigeren is. De hulde van het publiek over zich heen komen. Terwijl ik denk van het schiet dan weer op, want het is nog een heel stuk weg. Sterrenkiekers het alleen op Berenburg doen of meer? We gaan nog even naar de kaart. Hier zit Jan dus. En dan krijgen we het moeilijke traject waar op het ogenblik de wind is opgestoken en waar wij vermoeden dat het grootste gedeelte van de toerrijders nog zit. Dus tussen Franeker en tussen Dokkum. Maar daartussenin ligt het heilige gebied, bijna Sint-Jansma, Bartlehiem. Kees? Ja, het is even na zessen, de ondergaande zon in Bartlehiem. En nog steeds die honderden toertochtrijders. Een onafgebroken rij mensen die al 157 kilometer achter de rug heeft. Dodelijk vermoeid zal zijn in de meeste gevallen. En op weg gaat inderdaad naar de hel van het noorden. Het is nu alweer behoorlijk koud geworden hier in Bartlehiem. De mensen hebben 12 kilometer voor de boeg op een stuk waar Mart terecht van zegt dat de wind hen parten zal spelen. Die staat fris en fors in het gelaat. Maar ja, wie hier is en links afslaat naar Dokkum en weet dat je eigenlijk als je rechtdoor gaat Paul bij je Elfstedenkruisje bent, die geeft niet op. En die mensen hier, het is vandaag ontzettend vaak gezegd, ook die mensen hier in Bartlehiem, die geven niet op. Die geven niet op. Die mensen gaan door, ondanks valpartijen hier op het ijs, ondanks het feit dat ook zij uren en uren in de kou hebben gestaan. Kijk, die toertochtrijders die wuiven hier als onder de brug doorkomen, die zijn blij en vermoeid. En er komt een meneer recht op me af. Hallo, ik kom precies op me afrijden. Het is 6:10 in Bartlehiem. Ja. Hoe laat bent u vanochtend uit Leeuwarden vertrokken? Ik ben vanmorgen vertrokken om 6:10. Ik heb namelijk 18.800 en... Ja, ik zal even bekijken voor u. Ik geloof 814 of zo. Ja, dat geloof ik wel hoor. U mag het wel aanhouden, want het is ontzettend koud. Ja, ik zie het. Ja. Ja, u bent meneer Van der Velde uit Deventer. Ja. Is het uw eerste Elfstedentocht? Nee, ik heb afgelopen jaar dus ook gereden. En het was zo goed bevallen dat ik lid geworden ben van de Friese Steden. En dit jaar heb ik weer gelukt. Het is weer gelukt. Zegt u, u moet nog 50 kilometer, hè? Nou, ik denk dat het lukt hoor. Was u vorig jaar bang voor dat stuk daar, die Dokkum E? Nou ja, bang. Ik wist eigenlijk niet wat op me afkwam. Maar het viel wel tegen, want afgelopen jaar toen hadden we te maken met mist. Ben ik een paar keer tegen die takkenbosjes aangereden en zelfs ook in de wal gereden. Nou, dat, ja, bang. Doe het nou maar niet. Ga maar lekker gauw doorkleden, warm aan. En ga op naar het kruisje. En het laatste gedeelte. Ik denk dat het zal lukken, denk ik. Goeie reis. Dank u. Dit was voor u Bartlehiem. Bartlehiem, waar Kees steeds enthousiaster wordt. Dan hier naar boven, de Dokkumer E op. En in Dokkum zit voor ons Ruud Hendricks. Ruud, bij jou ook feest uiteraard. Feest, Mart. We zitten hier midden in de avondspits. Het is hier heel erg druk met toerrijders die binnenkomen. Een half uur geleden overigens sprak ik met rayonhoofd Reinders en die deelde mij mee dat er nog zo'n 7 à 8000 mensen op dat moment verwacht werden. En hij maakte zich een heel klein beetje zorgen vanwege de mist die hij voor vanavond nog verwachtte.
Langzaam maar zeker begint er ook hier in de buurt van de stempelpost wat water op het ijs te komen. Ook niet verwonderlijk als je ziet hoeveel mensen hier al voorbij zijn gekomen en nog steeds komen. Als je dat zo ziet, wel een uitstekende sfeer. De lichtjes zijn langzaam maar zeker aan het aangaan. Nog steeds duizenden en duizenden mensen op de kant. En naarmate het later wordt en andere posten dichtgaan, komen er ook steeds meer mensen hier naar Dokkum toe. Manfred de Graaf is hier een half uurtje geleden gepasseerd. Die had het erg moeilijk gehad op het eerste stuk tussen Bartleheim en Dokkum. Die is zojuist weer vertrokken voor die laatste 24 kilometer. De rijders die hier aankomen hebben zo'n 104 kilometer met tegenwind achter de rug. Dus je kunt je voorstellen dat ze hier behoorlijk moe zijn. Veel mensen drinken hier wat, eten hier wat en gaan dan verder de langzaam invallende duisternis in voor de laatste 24 kilometer naar Leeuwarden. Nou, deze beelden spreken voor zich, denk ik zo. Sipkema, CS bedankt. Een geweldig samenspel hier ook tussen de organisatie van de Vereniging de Friese Elfsteden, de politie en de gemeente en het publiek hier aanwezig. De burgemeester die regelmatig zelf het ijs op gaat om de spreekkoren hier te dirigeren. Het is echt ongelooflijk. Mart, verder naar de volgende plaats, zou ik zo zeggen. Goed. Als je Dokkum gehad hebt, zeggen de mensen van, ja, dan lukt het allemaal wel. Dan kom je er wel. We zullen straks even hier gaan kijken. Hier is dus Leeuwarden. Er staat nu nog één plaats op ons lijstje waar, zo ik kan bevroeden, de hekken op een gegeven moment dicht zullen gaan. Dat zou nu wel eens kunnen gebeuren. Ruud de Weijde in Harlingen. We kijken naar de stempelpost die halverwege de Elfstedentocht de hele dag dienst heeft gedaan. Harlingen, daar praten we over. En die post die staat op het punt om officieel gesloten te worden. Dat zal over 2 minuten, 120 seconden precies, zal dat gaan gebeuren. Dat gebeurt door het rajonhoofd, de heer Toornstra. De laatste schaatsers komen binnen en die hebben dan nog even tijd om Franeker te bereiken. Sommigen halen hier alleen nog maar hun stempel en zijn tevreden met wat ze hebben bereikt. Dat wil zeggen een halve Elfstedentocht. Zo'n ruim 100 kilometer tot en met Harlingen. Maar zometeen wordt die post, zoals gezegd, over zo'n kleine 2 minuten nu, wordt die officieel gesloten. Dan worden de stempels ingenomen en dan volgt er vaak het gediscussieer van mensen die wellicht nog door wilden of erop gerekend hadden dat ze dispensatie zouden krijgen. Nou, dat is er niet bij. De Elfstedentocht heeft zo zijn eigen regels. En bij die regels hoort dat wanneer er een tijdstip staat dat een post gesloten wordt, men zich daar ook exact aan houdt. Nou, de heer Toornstra die staat daar klaar en staat te wachten op het moment dat hij op tijd de post kan gaan sluiten. En dat is waar we nu op wachten. Ik dacht nog 1 minuutje, anderhalve minuut, zegt de heer Toornstra. En dan neemt hij officieel stempel en stempelkussens in. En dat betekent het einde van een etappeplaats van de 14e Elfstedentocht 1986, die onder bijzondere omstandigheden wat weer betreft werd verreden. Nou, wij wachten er even op. U ziet dat het publiek hier nog in grote getale aanwezig is, alhoewel veel minder dan natuurlijk vanmiddag toen de zon nog scheen. Het is nu ook meteen een stuk kouder geworden. En de mensen die nu nog binnenkomen en op weg gaan naar Franeker, die weten zeker dat ze barre tijden tegemoet gaan. Want de temperatuur zakt nu echt met 2, 3 graden tegelijk. Laten we eens horen wat er allemaal gezegd wordt. Dan moet je maar doen de fles bier gaan verdienen. De fles bier gebeuren, die krijgt van de collega. Gaat u nog door? Gaat u nog door? Ik ga niet meer. Wij stoppen af. Ja, inderdaad hoor. Het wordt te gek. Gaat niet naar Franeker. Wij gaan niet meer naar Franeker. Het wordt te laat. Heeft u dus alles gehaald wat u wilde halen? Een halve Elfstedentocht? Meer nog zelfs. Ja? Kapotte venen en alles erbij. Maar dat toch geluk. Niet de bedoeling. Maar toch geluk. Het is een fantastische race geweest. Dat was de eerste keer dat u mee? De allereerste keer. En dat hangt van Pelleboer af of het de laatste wordt. Nou, ik denk dat Pelleboer die macht niet heeft, maar ik vind het fijn dat u een plezierige dag heeft gehad. Wel, wij wachten echt. Hier is ook nog een balk aan een vierde, maar die mannen kunnen beter klunnen dan schaatsen. Hè. Als de langere afstand klunnen was geweest, dan was ik juist misschien met tijd binnengekomen. Hè. Maar
Oh, dat is van NAVRO, hè? Ja, ja. Oké. Okay. Wel, de laatste rijder, denk ik, komt hier binnen met een klap. En daar gaat de post officieel. Ik denk dat u de laatste was die hier bent binnengekomen. Klopt dat, meneer Toornstra? De post wordt de laatste. Dit is, wie bent u? Waar komt u vandaan? Ik kom uit Groningen. Maar ik wil door naar Vranen. Nee, dit is me genoeg geweest. Maar ik wou dit centrum niet hebben. Zullen we dan gaan muziek? Zeker. Ja, dat is het echt wel. Wel, meneer. Te hopen. Kijk aan, de heer Toornstra neemt de stempels in. Daar gaan ze. Ja, meneer Toornstra, het einde, officiële einde van een mooie dag, hè? Een hele mooie dag. Wij zijn bijzonder tevreden dat het zo gelopen is. En het Friesland Open gaan weer 8 graden. Dus de schaatsport in Harlingen is nog niet voorbij. En wij hopen nog veel, met veel plezier, nog wat genoeglijk te rijden hier. Maar dan geen Alfsteden toch meer. Dat is voor dit jaar mooi geweest. Goed, laten we even wachten of er wellicht nog schaatsers komen die willen... Bedankt voor het stempelen. Het was koud de laatste tijd zonder hokjes. Maar zo. En we zo'n, ik nodig jullie uit even binnen te komen. En dan drinken we nog wat. Dat doen we. Oké. Okay. Wel, dames en heren, dat besluit een prachtige dag Harlingen. Dat wil zeggen, een onderdeel van die Friese Elfstedentocht. Wij hebben het hier erg naar ons zin gehad. Maar laten we één ding vaststellen. Bij de Elfstedentocht houdt de wereld niet op. Hij begint er ook niet mee, want morgen is het weer een gewone werkdag. En wat dan mooier om hier vanuit Harlingen in alle geval u te bedanken voor uw belangstelling. Mijn collega's gaan nog door. En waarom zou je dan niet muzikaal besluiten waar we de hele dag sport en cultuur eigenlijk al een beetje mengden. Vanuit Harlingen, tot ziens. Dat was Harlingen. Harlingen is dicht. Maar er zijn nog andere posten en postjes open. Wat te zeggen bijvoorbeeld van Oudkerk. Willem, hoe is het daar? Ja, als je niet beter wist, zou je denken dat hier in Oudkerk de finish is. Want die sfeer hier is werkelijk niet te beschrijven. De deelnemers die steeds in grotere getalen hier langskomen, gedragen zich alsof ze hier eigenlijk al over de streep in Leeuwarden gaan. Maar ze hebben nog steeds 7 kilometer voor de boeg. Het publiek is nog steeds aanwezig, de hele lange dag. Iedere renner die langskomt wordt opnieuw toegejuicht. En vooral hier, want het is hier juist het laatste stuk dat zo zwaar is, waar men het laatste stuk tegen de wind heeft gehad en waar vooral dat die laatste 7 kilometer het moeten gaan bewijzen. U ziet hier achter mij een carnavaleske vertoning die vanaf deze middag in gang is gezet. Een geweldige sfeer die eerder aan Limburg, maar sinds vorig jaar ook aan Friesland doet denken. Het orkest op de brug, Crescendo uit Opende, is onvermoeibaar en weet een goede concurrentie van 2 andere orkesten iets verderop op de baan. En het publiek, u hoort het, u kijkt maar mee.
10 voor half 7 op woensdag de 26 februari. Er is nog één post waar we vlakbij zitten, waar het voor mij dan in ieder geval steeds zwingen is geweest. Want ja, ik mocht niet, ik moest die kant op kijken, ik moest uw kant op kijken. Maar hierachter is het nog steeds bezig. En dan gaat het nog door tot 12 uur. Hier in Leeuwarden blijven we tot 12 uur. We gaan er wel even uit. Houdt u nog steeds van schaatsen en krijgt u er geen genoeg van? Kijkt u naar de samenvatting van de toertocht bij de uitzending van het Gewest tot Gewest om 19:22. En wij zijn terug. De NOS is terug om 2300 uur op het andere net. Nu de ster van het 5:30 journaal dat uitgesteld werd.